Helaas. Ja, ik sta hier weer in een heel ander stukje Achterhoek. Een weilandje, een poel. Ja, omringd door hele mooie houtwalletjes en bos. Ja, en in dit water, ja, dan heb je gewoon een hele grote kans dat je salamanders vindt. Nou zou je wel denken, het is nog heel erg koud, dat lukt niet. Maar niets is minder waar, want die salamanders zijn hele vroege jongens. Die zijn al heel vroeg op pad. En hoe weet ik dat nou? Dat zie je al zitten. Als je heel goed meekijkt, dan zul je hier zien onder water, in dit plantje, dat er een blaadje omgevouwen zit. En onder, tussen dat omgevouwen blaadje, daar zit een eitje van een watersalamander. Een vrouwtje watersalamander krijgt van een mannetje een pakketje sperma mee. En op het moment dat zij de eitjes wil afzetten, gebruikt ze die voor de bevruchting. En die vrouwtjes, die leggen ongeveer zo'n 200 eitjes per seizoen. En ieder eitje wordt apart in het waterplantje tussen een blaadje gevouwen. En dat doet ze om die eitjes goed te kunnen beschermen. En hierin leven dus al de eerste jonge watersalamandertjes. En die zitten verpakt in een klein gelei-achtig huidje met een klein wit vruchtje erin. En daar zit al een vormpje in waarin je kunt zien dat ze al aan het groeien zijn. Dus de eerste tekenen van leven zijn er. Ik weet dat hier salamanders in het water zitten. Nu moet ik ze alleen nog even gaan zoeken. Ik ben wel benieuwd welke hier zit. Ja, de vangst van vandaag. 3 mannetjes kleine watersalamander. Heel mooi te herkennen nu aan die mooie kam op een bovenlichaam. Helemaal dat prachtige bruidskleed, hè? Want het is paringstijd. Waanzinnig mooie blauw-oranje streep onder aan die staart. En hier in de hoek een vrouwtje. Een stukje kleiner. Ja, zoals het in de dierenwereld zit. Ook een stukje minder mooi. Maar ja, niet minder belangrijk. Want zij moet zorgen dat de eitjes afgezet worden in het water. Nou, en deze kleine watersalamander, dat is de meest algemene salamander van Nederland. Die kun je op heel veel plekken in zoet, een beetje kalkrijk water tegenkomen. Zoals dus hier in de Achterhoek. Ja, prachtig die onderkant van die buik. Een mooi oranje en dan gespikkeld. Ja, hele mooie kleine draakjes. Ja, en als je dan kijkt naar deze salamander die hier zo heel mooi naar beneden zakt. En je kijkt goed, dan is er iets leuks te zien. Want de voorpoten van de salamander hebben 4 tenen. Maar als je goed kijkt naar die achterpoten, dan tel je er 5. Ja, typisch iets wat salamanders hebben. Ja, stuk voor stuk prachtige beesten. Maar je moet er wel even voor gaan zitten. Ja, als je dan naar ze kijkt, dan zul je zien dat het waanzinnig mooie diertjes zijn.